We zijn al een aantal jaren bezig in Midden- en Noord-Limburg met de voorbereidingen van een aantal dijkversterkingsprojecten in het kader van het landelijke HWWP, het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat doen we in goed overleg met gemeentes en met de provincie en ook natuurlijk met de bewoners die daar direct bij betrokken zijn. Na jaren van voorbereiding kan de schop eindelijk de grond in. De afspraken met de aannemer die zijn gemaakt. Ik hoop dat het allemaal goed kan gaan binnen tijd, binnen geld. Maar vooral ook dat het goed gaat voor de direct aanwonenden, dat ze er weinig last van hebben. Ik wens iedereen heel veel succes. Het is goed dat we op dit punt staan dat we echte stappen gaan maken. Stappen in het belang van onze inwoners. En ja, ik begrijp heel goed dat voor een aantal omwonenden heus geen gemakkelijke tijd is geweest. Maar bedenk hoe fijn het is als ons dorp binnen afzienbare tijd hoogwaterveilig te noemen is. Binnenkort gaan de werkzaamheden van start. Ingrijpende werkzaamheden. Daarom hebben wij met het waterschap een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om daarin juist de belangen van onze inwoners te waarborgen. Wij kijken er naar uit om daadwerkelijk te kunnen starten met dijkversterking in Bezel en hier in samenwerking met het waterschap Limburg en onze projectpartners een succes van te maken. We zijn er trots op dat we dit werk hebben gewonnen en hebben hiervoor onze uitvoeringsmethode zoveel mogelijk afgestemd om hinder en overlast voor de omgeving te beperken. Dit laatste zal niet altijd helemaal mogelijk zijn en in die gevallen zullen wij u uiteraard tijdig informeren om te praten over onze werkzaamheden. Wij spreken en zien elkaar in de nabije toekomst. Dijkversterking Bezel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken we de dijken de komende 30 jaar in heel Nederland. Goed dat Limburg hierin ook van start gaat. Samen voor sterke dijken.